In deze video geef ik wat meer informatie over het houden van vogels. Vogels zijn namelijk geen standaard dier om voor te zorgen, zoals een hond of een kat. Voordat je een vogel in huis neemt, moet je dus goed nadenken over wat er allemaal komt kijken bij het zorgen voor een vogel, zodat je goed kunt beslissen of jij een vogel een gelukkig leven kan geven, of dat het beter is om een ander dier te kiezen om voor te zorgen. In deze video wil ik juist de lastige kanten van het zorgen voor een vogel laten zien, zodat je daar in ieder geval goed op voorbereid bent. Als eerst is het belangrijk om te weten dat vogels wilde dieren zijn. Dat betekent dat ze niet tam zijn en dat ze van nature dus bang voor mensen zijn. Je moet hard werken om hun vertrouwen te krijgen en je moet continu aan de vogel blijven bewijzen dat jij geen gevaar bent. Dat vogels wilde dieren zijn betekent ook dat ze bijten. Waar een hond of een kat wel 10 keer nadenkt voordat hij zijn gebit tegen een mens gebruikt, zijn vogels sneller geneigd om te bijten als ze zich bedreigd voelen. Voor vogels is hun snavel hun enige redmiddel naast wegvliegen. Daarom is het heel belangrijk om de subtiele signalen van ongemak bij vogels te kunnen lezen en daar je gedrag op aan te passen. Omdat vogels niet gedomesticeerd zijn zoals honden of katten, willen niet alle vogels geaaid worden. Wat je misschien wel verwacht als je kijkt naar alle schattige filmpjes van vogels op het internet. Ga er dus niet zomaar van uit dat jij lekker met een vogel kunt knuffelen. Van mijn 4 vogels laten 2 zich aaien en 2 niet, terwijl ze dezelfde opvoeding hebben. Of een vogel zich laat aaien hangt naar mijn idee heel erg af van het karakter van de vogel. Ook hebben vogels wat meer zorg nodig als het gaat om eten. Vogels kunnen namelijk niet lang en gezond leven van de zadenmixen die je in de dierenwinkel koopt. Die bevatten veel te veel vet en te weinig voedingsstoffen. Je moet vogels naast hun zadenmix dus ook groente geven. Om dit te maken ben je wat extra tijd en moeite kwijt dan je misschien in gedachten had. Ook maken vogels rommel. Heel veel rommel. Ik stofzuig vaak wel 2 keer per dag omdat ze veel rommel maken met hun eten, maar ook met alle speeltjes die ze kapot maken. Vaak wordt er gezegd, een messy bird is a happy bird. Dus een rommelige vogel is een blije vogel. Dus als je een vogel hebt, moet je die rommel die erbij komt kijken accepteren. En je moet het niet erg vinden om elke dag uitgebreid schoon te maken. Vogels kun je niet zomaar samenhouden met andere dieren, zoals honden of katten. Andere huisdieren kunnen vogels veel stress geven en zorgen ervoor dat de vogel niet altijd veilig los kan vliegen. Als je vogels wilt combineren met andere huisdieren, moeten de dieren eigenlijk altijd gescheiden van elkaar leven, waardoor je beide dieren niet makkelijk alle aandacht kunt geven die ze nodig hebben. Alle vogels schreeuwen soms. Dat zit in de natuur van het beestje en dat kun je dus niet zomaar afleren. Veel vogels hebben een standaard schreeuwuurtje op de dag waar ze keihard gillen. Mijn vogels hebben dat tussen 11 en 12 uur 's ochtends. Als je je ergert aan het geschreeuw van een vogel, kun je dus beter een ander huisdier nemen. Ook is het belangrijk om je vogel te trainen. Waar je met een hond op hondencursus gaat, moet je dit bij vogels zelf doen. Voor hun eigen veiligheid moeten vogels bijvoorbeeld op commando naar je toe kunnen vliegen. Het kost wat tijd en training om dit voor elkaar te krijgen en je moet deze training ook blijven herhalen zodat de vogel het niet vergeet. Ook target training kan handig zijn om beter met je vogel te communiceren en daarnaast kun je ze natuurlijk allerlei kunstjes leren. Om goed voor vogels te zorgen moet je veel leren. Ik merk zelf dat veel informatie over vogels onjuist of verouderd is, dus je moet zelf altijd zoeken naar betrouwbare bronnen. Ik raad het YouTube-kanaal BirdTricks aan voor juiste informatie over het zorgen voor vogels. Ook verandert informatie continu, dus je moet jezelf goed op de hoogte houden van nieuwe informatie. Ook kost het zorgen voor vogels veel tijd. Je moet in eerste instantie al veel tijd steken in het überhaupt tam maken van een vogel, maar als de vogel eenmaal tam is, is het werk niet gedaan. Je moet namelijk ook zorgen dat je vogel zich niet gaat vervelen. Ze kunnen niet de hele dag zichzelf vermaken, zelfs niet als er genoeg speelgoed aanwezig is of als ze ook een vogelvriendje hebben. Je moet dus elke dag wat tijd vrijmaken om met de vogel te spelen bijvoorbeeld. Ik merk zelf dat het lastig is om weg van huis te gaan wanneer je vogels hebt. Er zijn namelijk maar weinig mensen die goed voor vogels kunnen zorgen. En je kunt een vogel niet zomaar meerdere dagen bij een kennis droppen die geen verstand van vogels heeft. Houd er dus rekening mee dat op vakantie gaan lastig wordt als je een vogel hebt. Als laatste hebben vogels ruimte nodig. Ze hebben niet alleen een grote kooi nodig om zich in te kunnen vermaken als jij er niet bent, maar ook moet je een kamer in huis hebben waar de vogels veilig rond kunnen vliegen. Dat was het alweer. Hopelijk helpt deze informatie je om een goede beslissing te kunnen nemen over of een vogel een geschikt huisdier is voor jou. Thanks for watching!